Matamangos, een nieuw domein in ons gamma van Carlos. Carlos zit in Spanje, het zuidoosten van Spanje, in Castilla-La Mancha. Daar waar Castilla-La Mancha Murcia raakt, Valencia, in de ruime omgeving van Alicante, on the Duero Almansa. Daar maakt Carlos wijnen op het domein Santa Rosa dat zijn vader ooit gekocht heeft. Carlos is een landbouwingenieur die tijdens zijn thesis toch meer terug de zin voor wijn heeft ontdekt. Is dan ook nog oenologie gaan studeren in binnen- en buitenland, verschillende stages gedaan en maakt dan nu deze wijnen. Deze wijnen maakt hij voornamelijk van Monastrell en Garnacha Tintorea. Hij heeft ook een beetje Syrah staan en Cabernet Sauvignon. De regio is een calcair plateau, 700 tot 1100 meter hoog. De wijngaarden liggen tussen de 800 en de 1000 meter hoog. Dus dat zorgt voor wat finesse, wat fraîcheur. Het is ook maar 60 kilometer van de zee verwijderd. Dus dat continentaal klimaat dat daar heerst, wordt toch een beetje getemperd door die hoogte en de ligging nabij de zee. Carlos maakt kruidige, expressieve, iets ruigere wijnen. Deze mot. Een blend van Monastrell, Garnacha Tintorea en Cabernet Sauvignon. 6 maanden op hout gerijpt, 500 liter water. Deze Calch, Syrah en Garnacha Tintorea. U hoort het, Syrah. Dat is toch net iets steviger, iets rijper fruit. 12 maanden gerijpt. En dan het neusje van de zalm, zegt hij zelf, Monastrell. Van oude wijnstokken uit 1945, Franc de Pied. Dus niet geënt op een onderstok. Originele wijnstokken, iets fijner door de ouderdom, door de structuur en door de rijping. 20 maanden gerijpt op eikenhouten vaten van 500 liter. Kom die vooral ontdekken bij ons.